Standvaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvaste Radio. Dus even het verhaal meegemaakt. En ik heb wel eens een concert van haar gezien. Dat was super gaaf. Want zij is natuurlijk een soort van power vrouw die eigenlijk nergens maar zo meer. Die is niet ongeëvenaard eigenlijk. En inmiddels woont ze in. Volgens mij woont ze in Zwitserland. En is ze daar gewoon lekker van de oude dag aan het genieten. En af en toe zegt ze: het gaat nog steeds goed hoor hier. En zeggen zij eigenlijk ook in die musical waarom zij naar Zwitserland is gegaan? Want dat heb ik eigenlijk nooit echt begrepen. Nou, haar in de musical zie je dat ze verliefd wordt op iemand uit de business. Mm-hmm. En dat is een Duitsstalig iemand. En het verhaal wordt weliswaar niet helemaal uitgewerkt, uitgeschreven. Maar dan snap je dus, als je dat fragment meekrijgt, mm-hmm. Dus hij is dan degene die haar van heeft meegenomen. Ja. Oh, wat tof. Ja, dus dat 1+1, dat ja. maak je er dan van. Ja, dus het is echt... Het is een lach en een traan. Ja. En de lach is dan de muziek die echt heel blij maakt. Tegelijkertijd zie je door haar muziek ook haar levensverhaal uitgebeeld worden. Want mm-hmm. op gezette momenten doet ze dat. Not Bush City Limit. Ja. Bijvoorbeeld, we kennen hem allemaal. Dat is, Not Bush is haar geboorteplek geweest. En in die tekst verhaalt ze dus over haar geschiedenis, waar ze vandaan komt. Mm. En dat heeft ze een paar keer zo gedaan. Maar goed, niettemin, het is wel muziek die blij maakt, want we dansen er allemaal op. En ik heb zo ontzettend veel bewondering en respect heb ik sowieso voor mensen, maar van jeetje, je bent eigenlijk gewoon bij. Je bent onder de streep begonnen, hè? Dus ja. -10 of weet ik veel waar. Mm-hmm. En dat je al die uitdagingen die op je pad kwamen, dat je zo veerkrachtig was om ze elke keer weer toch te overwinnen. Dat je overeind blijft staan. Dus ja. dat is wat ik daar bijzonder in bewonder. Heel veel mensen worden in het leven beursgeslagen, mentaal en zo, hè, ook fysiek. Ja. Nou, zij had ze aan alle kanten. Maar ze stond elke keer weer op. Mm. Elke keer weer. En dat is zo inspirerend. Ja. Ja. En bewonderenswaardig. Ja, ik heb genoten. Ja, ik heb er echt hele goede verhalen van gehoord. Het is in Utrecht, heb ik begrepen, ja. in het Beatrix Theater. Ja. En wat jou betreft dus een warme aanrader ook. Ga erheen als je kan. Als je kunt en zin in een feestje hebt, dan moet je daar ook gewoon zijn. En het kan tot en met 1 september nog, begrijp ik. Oké. Dus wat dat betreft. En ze trekken ook echt volle zalen. En alleen maar 5 sterren. Dus echt. Zeer heerlijk. Goed echt plan. Hartstikke leuk. Goed plan om te doen. Ja. Hey, en verder heb jij. Een andere. Ja. Die ook. Maar goed, dat is nog tot en met dit weekend, geloof ik. Mm-hmm. Wanneer is het nou 1 maart? Ja, het is morgen 29 februari, Schrikkeldag. Oh ja, we hebben Schrikkeldag. Ja. Het is een Schrikkeldag. Ja. Dus dan zou het nog tot en met zondag kunnen. Ja. De Suriname-expositie. Oh, in ja, de Nieuwe natuurlijk. Kerk. Ja, daar ben jij geweest. Daar ben ik. Vorige maand, toch? Ik ben afgelopen week, dus deze week, ben ik er voor de 3e keer geweest. En ik heb hem, er is elke keer een aanleiding om er te zijn. En dan ga ik er ook echt heen. Mm-hmm. En het is zeer de moeite waard om de geschiedenis van die, niet alleen van het land, maar ook van de verschillende bevolkingsgroepen tot leven te zien komen. Mm. Met alle verdrietige verhalen die erbij horen. Maar heb je inderdaad dat je zegt van, goh,
Ik kan en ik wil nog wat doen dit weekend. Behalve de huishoudbeurs natuurlijk. Kun je ook zeggen van nou, ik ga naar de Suriname Expo. Of je combineert het, dat kan. Hè, je kunt, die expositie is ongeveer 2 uur als je hem echt goed wil doen. Ja. Hè, dus dan dat je met je audiotour op alles mee tour krijgt. Gaat. Ja, dat je, nou, dan doe je er 2 uur over. Nou, en dan ga je daarna gewoon gezellig of een dagje Amsterdam doen of naar de huishoudbeurs. De grote kerk, dat is daar op de Dam. De Nieuwe Kerk. De Nieuwe Kerk, ja, dat is daar bij de Dam. Dus dat is ook altijd mooi als je daarin gaat. Want ze hebben altijd door die kerk heen best wel leuk kunnen ze dat inrichten. Met allemaal ruimtes en die zijflanken. En daar kan je altijd wel goed doorheen wandelen. Ja. Hey, en met wat voor gevoel kom je daaruit? Nou, het zijn mixed feelings die je er eigenlijk aan overhoudt. Mm-hmm. Aan de ene kant voel ik me als ik daar ben, wat ik niet zo snel heb van, goh, het is wel, dat je dat besef weer krijgt van, ja, het is wel waar ik vandaan kom. Ja. En tegelijkertijd, als je daar het kunstwerk van Marcel Pinas ziet staan. Die 38 mensen die vermoord zijn in 1986 in die Binnenlandse Oorlog. Mm-hmm. Hoe ze door hem in herinnering zijn gebracht aan een tafel met 38 borden. Mm. En aan elke stoel een rouwkleed, maar dan uniek. Dus geen enkel kleed lijkt op dat van zijn buurman, zeg maar. En als je dan de borden... de afdruk op de borden lees, want elk bord is weer uniek. Dus daar is er weer een geschiedkundig verslag. Dat kan via een krantenafdruk zijn. Of, maar de manier waarop dat zo intens in beeld is gebracht, dan is dat inderdaad van een stuk van die geschiedenis die eigenlijk nooit verteld wordt. Totdat je daar komt en als je je afvraagt van, goh, waarom is dit hier? Want of het in de geschiedenisboeken terugkomt, ik weet het niet, maar als mensen het er niet over hebben, dan weten wij dit soort verhalen niet. En dan blijft het weg. Hey, en weet jij nou ook of zo'n tentoonstelling nou een reizend tentoonstelling wordt, of dat het in Nederland alleen in Amsterdam te bezoeken is? Voor zover ik weet, was dit het. Okay. Ik weet niet of het ook nog naar Suriname gaat, dat weet ik niet. Maar voor zover ik weet was dit het. En het is zeer de moeite waard om als je zegt van, goh, ik wil toch iets weten van dat van onze gedeelde geschiedenis. Mooi. Hè, de Nederlandse. Dat hebben ze ook mooi. Want die verschillende bevolkingsgroepen die vertellen allemaal waarom ze daar en hoe ze daar gekomen zijn. Het is allemaal via persoonlijke verhalen uitgebeeld. Wat goed. Hè, en het kan dan zijn dat de overgrootvader of de grootvader daar gereisd is. Dus al die verhalen die komen, die worden... Want meestal, als het over Suriname gaat, wordt het alleen vanuit het afro-etnische perspectief verteld. Mm-hmm. Dus het verhaal van de slavernij. Mm-hmm. Nou, dat, maar de andere van en de Hindustanen dan. En hè, dus al die contractarbeiders die daarna daar gekomen zijn. Dat verhaal komt niet echt voor het voetlicht. Ja. En dat komt daar dus in de volle breedte. Ah, mooi ook. Ook de Marrons. Die daar ook aan het woord komen, ook daar worden uitgebeeld, hun cultuur wordt ook uitgebeeld. Dus alles wordt zoveel mogelijk wel uitgediept. Ja. Mooi. Dus het is een goede vertelling van de totstandkoming van het land. Hey, jij over cultuur gesproken was, volgens mij vorig jaar heb jij natuurlijk ook in een voorstelling gestaan. En toen waren er ook plannen om te kijken of dat misschien ook wel in Suriname vertoond kon worden. Hebben we het hier ook wel eens 2 keer volgens mij over gehad. Heb je nog een update voor ons? Nee, ik heb dat ik wel een aantal data in juni
tot en met juli, geloof ik, een aantal data vastgelegd zijn. Mm-hmm. Om hier in Nederland op tournee te gaan. Langs de vier grote steden. Maar Suriname is nu even niet in beeld gekomen. Okay, en dat heb ik niet meer gehoord. Het zou wel heel mooi zijn. Nee, dat was een van de dingen die er eventueel bij zou zijn. Maar hier in Nederland gaat het dus wel door. En dan ging je naar Utrecht, Amsterdam. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Oeh. Ja. En ben je al aan het repeteren? Of zit het er zo goed in dat je zegt zij veronderstellen dat het kennelijk heel goed erin zit. Ik heb geen idee. Want ze gaan natuurlijk met dezelfde cast gaan ze weer op tournee. Dus we hebben wel een of twee repetitiedagen, maar niet echt... Ben je ook zenuwachtig voor zoiets? Zo'n podium op en dan moet toch... Ja, het is toch gerepeteerd en in een script, dus je wilt ook wel goed doen of zo. En je weet nooit wat voor een zaal je hebt. Ik kan me best voorstellen dat je... Nou, ik zou best wel een kriebel hebben in ieder geval. Nou. Heb jij stage fright? Nee. Geen stage fright. Nee, het is wel, ik denk wat we allemaal gewoon hebben van gezonde spanning. Mm-hmm. Van, hoe zal dat gaan? Mm-hmm. Maar niet echt dat ik dan denk van, oh jee, als ik een boek in mijn hand heb, dat gaat trillen of wat dan ook. Dat heb ik niet. Nee, het is gewoon een gezonde spanning van, hoe zal het gaan? Hè? Wordt het een mooie voorstelling? En we zijn... Leuk. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ook. En dan, je gaat ons vast ook steeds wel meenemen. Want die avonturen zijn natuurlijk super om ook steeds te volgen. En ik ben ook best wel benieuwd naar bijvoorbeeld... Stel dat je, weet ik veel, een zaaltje of een zaal in Utrecht hebt... vergelijking met Rotterdam of met Amsterdam. Of je dan ook verschil ziet. Of er het ander publiek is. Dat vind ik ook altijd wel leuk. Want het is zo'n zaal kan ook een heel ander iets steeds uitademen. En als het goed is, wordt je voorstelling dan ook anders. Omdat er ook een andere vibe dan hangt. En, ja, maar als je... als ik even terugkijk naar die voorstellingen die we hier in Rotterdam hebben gegeven. Mm-hmm. Als je daar eenmaal zit, laat het over mezelf hebben. Als ik daar eenmaal zit, ik kan niet zien wie er in het publiek zitten. Mm-hmm. Ik weet alleen maar van, oké, er zitten 1000 man nu naar ons te kijken. Ja. Maar... Er is geen oogcontact. Omdat het is, staat in alles het licht. Is gewoon. Ja, wij staan in het licht. En we kunnen dus niet zien wie we tegenover ons hebben. En dat maakt het denk ik weer wat makkelijker. Dat je niet bewust bent van al die mensen. Ik heb ooit in een panel gezeten. Elke zaterdagavond van het Lagerhuis van de VARA. Ja. En dan werd er aan de voorkant werden we een beetje opgezweept. Oh, ja. Je moest in de stemming komen en staan voor je mening en dat soort dingen. Ja. En dan kregen we altijd even weer een stukje besef mee van... realiseer je wel dat er zometeen 1, zoveel miljoen mensen naar je staan te kijken. Ja, ja. Nou, als je daarmee op tv gaat zitten, dan kom je niet uit de verf. Dus als je moet een focus vinden om dat even te vergeten. Ja. En voor mij was het altijd heel makkelijk. Ze hadden ik weet niet of je de setting kent, maar voor de mensen die het niet kennen, de setting van het Lagerhuisdebat is: je hebt een tribune tegenover een andere tribune. En aan de ene tribune zitten de mensen die een beetje links van van het politieke spectrum zitten. Aan de overkant zitten de mensen die een beetje rechts van het politieke spectrum. Dus je bent echt in debat met je tegenstander. Ja. En voor mij was het altijd heel makkelijk om mijn tegenstander in de ogen te kijken. Dus dat was voor mij... ik weet dat jij dat... Dus als ik iemand, één persoon maar heb van... ik richt me tot jou, dan valt de spanning ook weg. Dus dan besef je, dan heb je niet het bewustzijn van... er zijn
een paar miljoen of een paar duizend of een paar honderd mensen die naar me kijken. Nee, ik altijd wel heel grappig vond van, heeft volgens mij Hans Wiegel wel eens gezegd dat hij dan bijvoorbeeld in zo'n debat wel zwaar tegen iemand anders die een tegenstander was aan het praten was, maar eigenlijk tegen de kijker of tegen het publiek. Dus hij ging niet eens proberen om die ander te overtuigen per se, maar wel heel goed luisteren naar wat zeg jij nou eigenlijk en kan ik het publiek beïnvloeden. Ja. Deden jullie ook dat soort dingen? Werd je daar ook in getraind of was het de bedoeling dat je dat al wist? Het was niet dat je daarin werd getraind, maar Je weet zelf al dat het lastig is om iemand die al een bepaalde opvatting heeft, om die persoon jouw kant op te krijgen. Dat weet je, hè? Dat wordt altijd winnen of verliezen. Ja. Maar gewoon voor het fysieke, om ervoor te zorgen dat je niet wordt afgeleid door de mimiek van anderen ook, is het makkelijk als je of naar één iemand kijkt of naar een dode muur. Over de hoofden heen van mensen. Dat zijn trucjes die je dan hebt. Ja. Maar dat maakt het hoofd ook leeg. Dat maakt slim. Het hoofd leeg. Ja. Want als je dat niet doet, dan ga je zitten met, oh ja, er zitten nu, oh god, oh, dan komen er allemaal dan hersenspinsels. In verwarring raken, maar wat ook heel slecht bij dat soort momenten is, ik heb er ook wel eens meegemaakt, dat je dan bijvoorbeeld gaat zeggen van, nou, u kijkt nu heel boos of wat dan ook. En dan heeft niemand een boodschap aan. Dat jij ziet dat iemand anders boos kijkt. Of iemand buiten die microfoon roept iets. Ja. En dan hoor je dat in de zaal misschien wel, maar thuis niet. Nee. En dat is altijd wel waar, dat zijn natuurlijk soms trucs van mensen, maar soms gewoon ook onhandigheid. Daar moet je nooit intrappen inderdaad. Dan kijken naar zo'n dode muur of een ander punt waar niet een gezichtsuitdrukking is die je kan afleiden, wel een hele slimme. Ja, maar tegelijkertijd, als iemand heel een bepaalde mimiek heeft, kan het soms wel belangrijk zijn om het te benoemen wat je ziet en te duiden om wie het gaat. Want die camera, die beweegt ook mee. Oh ja, ja. Ik nu zeg van, goh, ik zie dat Marco, als ik daar iets mee, maar dan heb ik wel een vooropgezet plan dan weet je dat op die manier te benoemen. Dat dan de camera op de snuffert van die persoon komt. Maar en dan, als ik niet wil dat jij in de kijker komt, maar dat de kijker bij mij blijft, dan ga ik dat natuurlijk niet doen. U luistert nog altijd naar de Peggy en Marco Show met Peggy Wijntuin en Marco Florijn. Marco, ik heb een heleboel over mezelf verteld. Hoe is het jou de afgelopen weken vergaan? Ja, lekker. Ik ben heel druk bezig. We zijn allemaal onderzoeken aan het uitzetten om wat te doen voor jongeren met een chronische aandoening. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld, ja, ik werk bij een vermogensfonds. Dus een fonds waar veel geld in zit en dat wordt allemaal belegd. Dus dat betekent in aandelen of in vastgoedprojecten in het buitenland en allemaal dat. Dus veel geld is daar weggezet. En dat levert ook weer natuurlijk geld op. Hè? Nou, tenminste, als je het goed doet. En dat rendement, zo heet dat dan, wat zeg maar dat allemaal oplevert, dat wordt gestopt in programma's voor mensen die in Nederland in dit geval het moeilijker hebben. Dat kan gaan om ouderen of om mensen die in wijken wonen waar veel gezondheidsachterstanden zijn. Dus waar mensen bijvoorbeeld eerder doodgaan omdat ze een ongezonde levensstijl hebben of omdat daar de omstandigheden minder goed zijn. Hè? Dat je bijvoorbeeld naast een snelweg woont. Ik heb een programma dat ik mag leiden voor jongeren met een chronische aandoening. En een chronische aandoening is van heftige astma, waar je heel moeilijk van kan functioneren, tot best wel heftige ziektes. Bijvoorbeeld als je als kind kanker hebt gehad en je overleeft dat,
dan baby's en kleine kindjes worden helemaal volgestopt met chemo's. Omdat een kindje best wel snel de kanker ontwikkelt. Hè. Hoe ouder je bent, hoe trager celdeling gaat. Dus dan groeit kanker ook minder snel. En bij kindjes gaat het heel rap. En dus wat ze doen, ze pompen kinderen helemaal vol met chemo's. Zeggen de artsen zelf ook. Dus ze weten nog veel, heel weinig relatief hè, van kanker. En dat maakt dus heel veel andere dingen kapot. Dus dan heb je groeiachterstanden, slechte zicht, allemaal gekke ziektes waar we helemaal nog niet van weten wat er dan precies gebeurt. Maar ook bijvoorbeeld thijsslijmziekte, dat je slijm ophoest en daar ging je vroeger gewoon aan dood. Dan rond je 25ste, dan stikte je. En tegenwoordig zijn er ook wat medicijnen voor, zodat je 60, 70 kan worden. Maar dan heb je dus een chronische aandoening. Dus het is niet terminaal dat je er ook dood aan gaat meteen. Maar je leeft er misschien 30, 40 jaar mee. En dat is een chronische aandoening. En daar ben ik heel druk mee bezig. Ook met die groep zelf om te kijken van wat kunnen we nu doen op het gebied van wonen, op het gebied van school, op het gebied van werken. Om ervoor te zorgen dat de achterstand die zij hebben, die jonge mensen dan in het leven, ingelopen wordt of gelijkgesteld wordt aan gezonde leeftijdsgenootjes. Dus mensen die geen chronische aandoening hebben. En dan ben ik nu heel erg bezig met inclusief onderwijs. En dat betekent eigenlijk in Nederland hebben we het onderwijssysteem dat als jij wat hebt, bijvoorbeeld ADHD dat te erg is, of je hebt een handicap, dan moet je heel vaak naar speciaal onderwijs. Dan word je uit de gewone klas gehaald en dan ga je ergens anders heen. En dat betekent dat we eigenlijk al in de kleuterklas onderscheid gaan maken tussen waar jij heen moet. Dus dan zie je uiteindelijk klasjes met allemaal mensen met een aandoening, blind, doof. Ze kunnen in een rolstoel zitten of ze hebben mentaal iets, psychisch in hun hoofd. Hè, dat ze last hebben om zich heel moeilijk kunnen leren of wat dan ook. En zo groeit iedereen op in Nederland. Dus je ziet in de klas helemaal geen kinderen die of geen aandoening hebben als je op een speciaal onderwijs zit, of je zit in een klas met allemaal mensen zonder aandoening. Dus allemaal, ja, als ik het even zo mag zeggen, gezonde mensen, maar dat is een beetje gek soms. Dus we maken dat ons en dat loopt door de hele samenleving door. Dus als die mensen op een gegeven moment volwassen worden, dan gaan de mensen zonder aandoening gaan gewoon aan de slag. En de mensen met aandoening, die hebben een beetje voor zichzelf ook een probleem. Want de werkgevers, die zijn ook niet zo gericht op mensen met een aandoening. Helemaal niet als het heel zichtbaar is. En blijf je dus die verschillen houden eigenlijk in de samenleving. Dus wat we willen in Finland, heb je een systeem, een onderwijssysteem waar dat niet is. Dus daar is geen speciaal onderwijs. Dus dat betekent dat je allemaal in één klas zit. En dat betekent dat de ene leerling de ander helpt. Maar ook de gezonde leerlingen leren heel veel van de leerlingen die een beperking hebben. Maar zij kijken anders naar de wereld, ze pakken dingen anders aan. Dus het doet iets ook met die creativiteit. Dus wat we eigenlijk willen de komende 3 jaar is kijken of we in staat zijn om dat inclusief onderwijs echt in Nederland ook gewoon op de kaart te krijgen. En dat dat gewoon normaal wordt, dat iedereen anders is. Maar maak hem heel concreet, want dat is waar jullie naartoe willen. Maar ja, Wat gaan jullie dan concreet doen? Nou, dan zijn we nu bijvoorbeeld bezig op heel veel borden te schakelen. Dus wat we doen is dat we kamerleden beïnvloeden die onderwijs in hun portefeuille hebben. Er is mensen in Den Haag die aan politiek bezig zijn. Wat we doen is dat we 4 regio's aan het zoeken zijn in Nederland. En we hebben er al 2 waar scholen zitten. Die dit al doen. Want er zijn in Nederland gewoon een paar schooltjes die dit doen. En die zijn helemaal niet zichtbaar. Dus wat wij dan gaan doen is die zichtbaar maken door de docenten, door de kinderen op die scholen, gewoon ook een gezicht te geven. En hoe moet ik bijvoorbeeld dat voorstellen? Op
podium, symposia, de verhalen op social media. Maar ook dat we bijvoorbeeld de docenten, de leerkrachten die dat allemaal meemaken en die ook merken wat het ook oplevert. Ook in contact te brengen met scholen waar dat nog niet gebeurt, zodat ze van elkaar ook leren. Want als ik aan een vermogensfonds denk, dan denk ik dus aan, er komt een gebouw, er worden docenten aangesteld. Mm-hmm. En met andere woorden, er wordt echt geld vrijgemaakt om iets te realiseren. Maar dat is niet wat je zegt. Nee, want dat is eigenlijk ook een beetje hoe het normaal gaat. Mm-hmm. Alleen wat ik mocht ook gewoon richting geven aan dit programma. En toen dacht ik van, dat kunnen we doen. Hè? Dan betaal je, nou, wij spreken een paar miljoen en dan zet je schooltje neer. Mm-hmm. Maar dan heb je ergens op één plek heb je dat. Mm-hmm. En dan verander je niks in het systeem. Dan ben je heel tevreden met een project. En dan zijn is het klasje dat ondersteund wordt ook heel tevreden uiteraard. En dan heb je wel effect op het leven van bij wijze van spreken 25 kinderen. En dan stopt zo'n subsidieregeling, zo'n tijdje dat je geld kan geven. En dan gaan we weer door met hoe het was. En waar ik voor gekozen heb, is op alle gebieden vooral te kijken naar hoe kunnen we nu invloed hebben op het systeem. Waarom doen we dit in Nederland niet? Nou, heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld omdat het te duur is. Maar dat blijkt helemaal niet als je kijkt naar Finland. Dus wat moeten we dan doen? Dan moeten we een business case maken. Dus dan kijken we wat zijn de kosten van zo'n school in Nederland en wat zijn de uitgaven van zo'n school in Nederland. En hoe zien we dat in Finland? En kunnen we dat dan met elkaar vergelijken? En dan laten we allemaal experts naar kijken. En die zeggen dan bijvoorbeeld van, nou, het kan goedkoper als je totaal inclusief bent. Maar dan moet je er ook voor kiezen. Nou ja, dat zorgt er eigenlijk voor dat je, en dat is veel moeilijker en dat duurt dan ook langer. Maar dat is ook wel, ja, vind ik wel tof om mee bezig te zijn. Want dan kan je ook meer in de basis ook doen. En hoe wordt het tot nog toe ontvangen? Wij zijn in januari echt begonnen. Maar daarvoor was ik al een paar maanden bezig met voorbereiden. We hebben een platform dat heet Naar Inclusief Onderwijs. Zijn we nu die scholen aan het bundelen. En dat gaat eigenlijk heel goed. Er is ook een symposium geweest waar Arie Slob was, de minister. En er is zo meteen in juni gaat de Kamer kijken naar passend onderwijs. En dat is dus dat speciale. Hè? Dus dat je zegt van naar buiten het reguliere, het normale onderwijs hebben we speciale schooltjes. Daar gaan we naar kijken. Dat is uit die evaluatie blijkt, zo heb ik nu kunnen zien alvast, dat die evaluatie heel slecht is. Het pakt heel slecht uit. Het is niet goed. Het kost veel. Het kost 3 miljard per jaar in Nederland, dat passend onderwijs. En het levert voor de kinderen niet zo heel veel op. En dat is nog los van de maatschappijvisie. Hè? Dus ik ben van de inclusieve samenleving. Dus wat je etnische achtergrond is, of je wel of niet een handicap hebt, of je homo of hetero bent, of je man of vrouw bent, je bent een samenleving. En die samenleving, daar moet je, dat moet je alles met elkaar proberen te delen. En als je extreme beperkingen hebt, snap ik ook wel dat misschien niet altijd even makkelijk is. Hè? Maar dat geldt, ja, dat is echt een uitzondering. En nu zien we dat er te grote groepen gescheiden van elkaar opgroeien. Nou, dat zit er nog helemaal niet in. Dus wat ik ga doen is ook dat proberen in te brengen. En dan helpt het helemaal niet als ik dat zou doen. Hè? Ja. Dus wat ik doe is, ik laat het die docenten en studenten en jongeren met een chronische aandoening zelf zeggen. En die ondersteunen we. Mm-hmm. Dus we leiden ze op. Hoe doe ik dat? Het gesprek met Kamerleden. Als er een brief geschreven moet worden, dan doen wij dat voor hen alvast. Zodat zij er zelf overheen kunnen. Zodat ze niet hele avonden aan het zweten zijn om zo'n brief te maken. Ze kunnen eigenlijk de hele tijd bellen om daar ook over te overleggen. En dan wat we hebben is 25 jongeren die allerlei beperkingen hebben. Best wel zware beperkingen ook. Nou, en die doen dat. Dus er zijn een soort van ambassadeurs van dit
traject. Ja, ja, ervaringsdeskundige. En, ja. Die, en wat we gaan doen is dat zij ook op een gegeven moment... zijn we nu een stichting voor hen ook aan het oprichten. Oh, ja. Zodat zij ook die ervaringsdeskundigheid... want zij worden nu al gevraagd om bij ministers en kamerleden enzovoorts aan te schuiven. Ja. En dan zit ze altijd aan een tafel, moet je je voorstellen, met die mensen. En zij zijn dan de... genen die echt de kennis eigenlijk komen inbrengen vanuit hun leefwereld, hè, vanuit hun dagelijks leven. Alleen ze zitten aan de tafel met allemaal mensen die daarvoor betaald worden om naar hen te luisteren. Zij niet. In België wordt ervaringsdeskundigheid gewoon gezien als een bouwsteen voor goed beleid. En dat betekent dat ook de ervaringsdeskundigen daarvoor betaald worden. Dat is een baan. En dat is super interessant, want... Als je dat echt goed doet, dan is het niet een per se vrijwilligersfunctie. Je doet het natuurlijk ook vrijwillig misschien. Maar zij zitten gewoon professioneel aan tafel. Dus we zijn nu aan het kijken of we dat op een goede manier kunnen doen. En dan kunnen bijvoorbeeld deze jongeren ook in de regio, in de gemeente waar zij wonen... of in een gebiedje waar zij wonen, ook de wethouder bijvoorbeeld aanspreken van... goh, hoe kan het dat ik in uw gemeente helemaal niet aan het werk kom? Dus dat betekent dat je ze, want op het moment dat je zegt dat ze er professioneel moeten zitten, dan zou ik denken, oké, dat is dan voor hun eigen gewin. Maar zeg je, het geeft ook een bepaalde autoriteit. Ja. Oh, okay. Ja, het is niet zo van, we moeten even een vinkje zetten achter. We hebben ook nog even met iemand uit de doelgroep gepraat. Maar nee, het is kennis dat ingebracht wordt, dat meegenomen wordt in het beleid. En waarom zou je dan een beleidsmedewerker of iemand anders die daarvoor betaald wordt wel serieus nemen en degene die de echte basis kon brengen niet? Dat is best wel even een omschakeling. En wanneer ben jij dan tevreden? Als we dit jaar in 8 regio's dat gaan doen in Nederland. Dus in een krimpregio, dus waar bijvoorbeeld op het platteland... Hè, waar je ziet dat mensen wegtrekken. Hè, bijvoorbeeld in Limburg of Groningen of in Zeeland. En een paar in de Randstad en een beetje ertussenin. En als we 8 regio's hebben waar we die voorbeelden hebben... op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van wonen. Want veel van deze jonge mensen, die gaan dan op hun... 3/24 uit huis, maar er is geen woning aangepast, woning voor hen ook. Dus tot nu toe moeten ze dan of langer thuis blijven wonen, tot ze 30 zijn of nog ouder, wat ook heel veel druk op die ouders geeft. Of ze moeten naar een verzorgingshuis. En dan hoor ik je dus praten over verschillende doelgroepen, want je begon in het inclusieve onderwijs, maar nu hoor ik je praten over jongvolwassenen en volwassenen. Ja. Dus we dus doen zijn verschillende doelgroepen die je bedient? Ja, tot en met 30. Oké. Okay. Ja, en dat omdat je dan de hele levensloop ook goed beet kan pakken. En deze jongeren gaan bijvoorbeeld soms van een kinderarts... een kinderarts kijkt naar je hele leven... en hoe gaat het met je ouders, hoe voel je je... en die kijkt naar heel veel dingen. En dan word je 18 en dan moet je naar een specialist. Dus heb je bijvoorbeeld iets aan je darmen... dan betekent het dat je naar de interne geneeskunde moet. En dan kom je bij een specialist en die kijkt helemaal niet meer naar je ouders... of naar je hele leven of wat het verder nog doet. Die behandelt gewoon dat wat je hebt... Punt. En dat is prima op zich, hè? Maar je ziet die overgang, die is heel heftig. Ben je altijd gewend dat je je hart even kan luchten of dat er veel meer gebeurt bij een arts? Ineens zit je daar een consult af te werken, hè? Dus dan heb je een uurtje of een half uurtje of een kwartiertje. En dan moet je in al je beslissingen ineens nemen. En dus wat we ook doen is kijken naar die overgang. Dus zo zie je heel veel van dit soort... Dus het is echt een heel breed maatschappelijk, het is niet... Heel interessant. En dat is waar jij dus de aanjager van bent. Als ik dat en waar ik de komende paar jaar ook heel druk mee. U luistert nog altijd naar de Peggy en Marco show met Peggy Wijntuin en Marco Florijn. Marco, wat een heerlijk gesprek.
Daarvoor, daarnet. Ja, met allemaal mooie actualiteiten. Wat er in jouw leven gebeurt, wat er in mijn leven een beetje gebeurt. Echt tot en met. Van Tina Turner naar inclusief onderwijs. En nu het tweede uur en we hebben een speciale gast. We hebben een speciale gast, maar voordat we naar onze gast toe gaan, wil ik eerst... toch iets anders, of het is niet helemaal anders, maar het de actualiteit aangestipt hebben. Het even over de actualiteit hebben. En vanuit die actualiteit komen we automatisch bij onze gast. De actualiteit waar iedereen het over heeft en waar we het niet over gehad hebben in het eerste uur, is natuurlijk het coronavirus. Mm-hmm. Overal wordt daar op dit moment over gesproken. Ik zag een plaatje van West-Europa. Ja. Nu ook Nederland vandaag een tweede patiënt, noem ik het maar even, erbij gekregen heeft, is heel West-Europa in het rood. Dus alle landen in West-Europa kennen één of meer gevallen van mensen met het coronavirus. Ja. Gisteravond een avondvullende uitzending met onder andere ook minister Bruins over de feiten en fabels over het virus. Alsof de hele wereld nu in brand staat. Ja. En er komen ook berichten voorbij. Trump zou zeggen... In april is het over. Fake news. Er komen berichten voorbij die soms zo alarmerend zijn en dat je hoopt dat mensen gewoon ook hun gezond verstand blijven gebruiken. Mm-hmm. We hebben hier een maand geleden ook al over gesproken toen ik je vertelde dat er vanuit mijn eigen netwerk mensen waren die zeiden ik heb Chinese wortels en ik heb er last van, mm-hmm. want ik word erop aangekeken. In de appgroep waar ik ook mensen met Chinese wortels heb, zei iemand, mijn ouders hebben al jarenlang een restaurant, een Chinese restaurant, nooit probleem. En nu ineens zitten ze op de verdachte bank. Mm-hmm. Klandizie wordt minder. Nou, het gaat alle kanten op. Ja. En er is heel veel paniek. Terwijl we normaal gesproken ook de griepgolven hebben. Zeker. En ik heb geen idee wat ik daarvan denken moet. Nou, ik vind het een beetje... Ik vind het best waanzinnig wat er allemaal gebeurt. En ik vind ook wel dat... Ook ik heb gisteren die uitzending met minister Bruins gezien. Ik vind dat hij daar het niet goed deed. Hij was zelfs een beetje paniekerig af en toe, leek. En toen kreeg hij dat briefje onder zijn neus geschoven van... Nou, er is de eerste patiënt in Nederland. En toen was het alsof heel Nederland even zijn adem inhield. Terwijl hij had daar ook gewoon moeten zeggen... Jongens, we weten niet precies wat er is, maar ik hoor hier ook... experts en mijn experts op het ministerie. Geen paniek, mensen. Ik hoor de ene keer moeten we wel mondkapjes op en de andere keer niet. Mondkapje gaat echt helemaal niet helpen. Het is waanzinnig. Ik vind het echt... het zou maar zo meteen een keer echt iets zijn. Wat gebeurt er dan? Je ziet de beurzen kelderen. Vandaag ook. De beurzen openden ook de AEX in het rood. Veel bedrijven die problemen hebben. Nu zie ik in alle kranten de dreigende tekorten aan medicijnen. Omdat er ook in China de productie stil ligt. En hele steden gesloten zijn waar sommige productiefabrieken ook staan. En dan, dat wordt steeds groter in die zin. En ik denk, ik hoop, net zoals met al die andere pandemieën die we hebben wereldwijd, dat we ook hiervan leren en zeggen van, goh, misschien waren we wel wat overdreven. En tegelijkertijd, zoals je vorige keer al zei, zien we ook dat er gemeenschappen helemaal op aangekeken worden die hier helemaal niks mee te maken hebben. Ik vind het mensheid op z'n slechtst. Ik weet niet eens wat ik... Ik ben best uitgesproken. Ja, nee, heel goed. Want
Ik heb het al gezegd, ik weet niet goed wat ik erover denken moet. Maar iets wat ik wat in ieder geval verwerpelijk is, is dat inderdaad mensen, gemeenschappen hierop worden aangekeken. In dit geval inderdaad als voorbeeld de Chinese gemeenschap. We hebben vorige week in Tilburg gezien dat een jonge dame van 24 mishandeld is, omdat ze in een flatgebouw studenten tegenkwam die een lied aan het zingen waren, het zogenaamde coronalied, waarin eigenlijk heel beledigende teksten richting de Chinese gemeenschap werden geuit. En zij als Chinese Nederlander daar iets van zei van, ik was er niet bij, maar ze gaf in ieder geval aan dat het te beledigend en heel onaardig was. En het gevolg was dat ze uiteindelijk in het ziekenhuis belandde. Dat lazen we vorige week. En over het algemeen lezen we of horen we weinig van de Chinese gemeenschap. Vooral als het daar gaat om zaken als racisme of discriminatie, dan krijgen we vaak niet de indruk dat zij het mikpunt hiervan zijn. En nu dus kennelijk wel. Ik heb daarom Carla Chon uitgenodigd bij ons in de studio. Carla, Carla die is in het dagelijks leven evenementenorganisator, om het even zo te zeggen. Maar doet zoveel meer, want Carla die schrijft ook, daar gaan we het later over hebben. Maar Carla heeft ook Chinese wortels. En ja, in die zin vroeg ik me af, Carla, welkom. Ja, en vroeg ik me af wat jij merkt van de bejegening, die negatieve bejegening die ja, we af en toe via de kranten krijgen. Ik krijg het vanuit mijn eigen netwerk. Merk jij daar iets van? Persoonlijk zelf niet, maar ik merk wel, ja, we hebben allemaal sociale media, dat er enorme zorgen geuit worden en dat je dus ook allemaal dingen meekrijgt via WhatsApp. Wat krijg je zoal mee dan? Nou, dat was een paar weken geleden, dat coronacarnavalslied kreeg ik mee. Wat had ik zelf? Ik ben zelf, ja, ook gewoon voor mijn eigen gemoedstoestand. Ik houd nieuws een beetje vaak op afstand. En ik denk dat heel veel mensen dat ook moeten doen. Want dat is ook niet, ik denk niet altijd gezond om dat 24 uur per dag te volgen. Maar je krijgt het toch sowieso mee, ook al zit je daar niet dagelijks op. Krijg je dat toch mee via je eigen sociale netwerken met WhatsApp en Facebook berichten enzovoort. Wat zeggen ze daarin? Nou, ik merkte heel erg dit keer dat het zowel jong en oud is. Hè. De laatste jaren wordt wel gezegd dat er is wel meer mondigheid vanuit de Chinese gemeenschap, maar het komt vooral uit de jongere generatie. Maar in dit geval merkte ik ook dat ouderen enorm boos waren hierover. En dan ook met z'n allen gaan optrekken en een brief hebben geschreven naar Radio 10, waar uiteindelijk Radio 10 ook, of Talpa in dit geval, want die is eigenaar van Radio 10, ook gereageerd heeft, heel netjes. Het coronalied was, ja, door Radio 10 uitgezonden. Ja, het waren daar, ja, de DJ's die dat niet, ja, hadden gemaakt. En het waren natuurlijk zo'n beetje de formule van elk carnavalslied. Mm-hmm. Dat noemen ze satire. Er is natuurlijk wel, de lijn is heel dun, hè, met satire. Er is ook een jaar geleden bijvoorbeeld, is er in Aalst, waren er van die Joodse karikaturen. Dit jaar ook? Ja, en dit jaar ook. Maar daar is ook op een gegeven moment gezegd, onder het mom van vrijheid van meningsuiting en satire kun je natuurlijk niet haat zaaien. En dat is in dit geval van carnavalslied, vind ik ook, de lijn is zo dun dat als je groepen, bevolkingsgroepen belachelijk maakt, dan is dat een vorm van
hoe moet je dat zeggen? Ja, toch wel haatzaaien. Je vergroot bepaalde stereotypen helemaal uit. En waardoor mensen zich dan, weet je, degene die de mikgroep zijn, zich wel echt onveilig voelen. Ja. En ik denk dat daar, het gaat niet zo. Kijk, in Nederland is er inderdaad een enorme ruimte voor compromisloze en vrij grove manier van uiten. En daar zijn Nederlanders best trots op dat we dat hebben. Maar je moet ook rekening houden met gevoelens van andere mensen. Ja, dat is, en nu is het natuurlijk al die jaren zo geweest, in mijn beleving, yeah, and correct me if I'm wrong, yeah, dat de Chinese gemeenschap, ja, vrij onzichtbaar bleef, ja, als het ging om racisme of discriminatie. Ja. Sterker nog, het was een gemeenschap die vaak als voorbeeld diende voor andere groepen, ja, die weerstand opwekte, ja, bij de autochtone Nederlandse bevolking. Ja. De zogenaamde voorbeeld allochtonen werden ze genoemd, ja, hè? Ja, ja, ja. Ja. We gaan het daar zo meteen, mm-hmm, over hebben. Maar even nog terug naar het virus. Want ik gaf aan dat juist naar aanleiding hiervan er een situatie is ontstaan waarbij vanuit de Chinese gemeenschap inderdaad is gezegd, wij voelen ons het mikpunt. Dat geef, ja, je aan. Er is nu een brief naar Talpa geschreven. Ja. Heeft Talpa daar trouwens op gereageerd? Weet, ja, wat ik heb begrepen is dat ze het lied eraf hebben gehaald. Dus het is niet meer op hun website ook te vinden. En ze hebben ook carnavalsverenigingen in Limburg en Brabant verzocht om het lied ook niet te draaien. Dus dat is allemaal heel netjes. Maar ik heb wel gehoord vanuit de Chinese gemeenschap dat ze daar ondanks dat toch een zaak van willen maken. Om ook echt een streep te zetten. Want, ze willen het bij het OM, bij het OM krijgen. Dit een, om toch echt een signaal af te geven van hier moeten we eigenlijk een punt achter zetten. Want dit kan natuurlijk, er is nu een oprisping vanwege de coronavirus. Maar de Chinese gemeenschap heeft natuurlijk al decennia lang te maken gehad met onderhuidsdiscriminatie of onzichtbare discriminatie. Ja, zoals, want, ja, ik kan mij zelfs herinneren als kind dat het woord Chinees was al een scheldwoord. En dat is natuurlijk heel gek dat het zo normaal is. En ik denk ook dat daardoor, vanuit Nederlanders en ook vanuit andere groepen niet eens bij nagedacht wordt van hoe kan het nou dat een woord als Chinees een scheldwoord is. Hè, dus een tegenwoordig, er wordt ook heel vaak gezegd nu, ja, de oudere generatie heeft natuurlijk altijd de jongeren opgevoed met laat niet van je horen, maak er geen tamtam van, want dan krijg je alleen maar problemen. En dat was misschien ook vanuit een soort overlevingsmodus. Maar wat ik mij bij is gebleven van mijn ouders, dat was niet zozeer van niet van je afbijten, maar meer sta erboven. Dus eigenlijk een vorm van voorkomendheid, hè, en waardigheid. En dat is, vind ik, toch wel wat waard. In plaats van, want je kunt wel zeggen, ja, bijt van je af. Want ik heb bijvoorbeeld ook, toen mijn zoon heel jong was, die is trouwens niet volbloed Chinees, maar ik weet nog, toen hij net op school kwam en natuurlijk een beetje verlegen jongetje was, en dat de juf dan altijd tegen hem zei, ja, dan moet je gewoon ook van je afbijten. Denk ik, nee, soms is het ook het omgekeerde. Want in wat voor samenleving wil je leven? Wil je dus dat er agressie om je heen is en dat je dan daarop moet reageren? Of wil jij juist dat er iets aan die agressie verandert? Maar de boodschap van, ja, je moet er boven staan, ja, is dat misschien ook, is dat reden geweest? Of reden, voor veel jongeren, denk ik, ja. Ja, maar dat we daardoor weinig hebben gehoord, weinig tegengeluid horen. Dat we vooral het stilzwijgen horen vanuit
de Chinese gemeenschap, dat ze daardoor... Dat betreft ook gewoon heel pragmatisch zijn, hè? Die dachten van, ja, wij moeten ook gewoon door met ons leven. Ze hebben allemaal van die zaakjes, een restaurant, een winkel, wat dan ook. En ja, zolang die mensen maar hun eten blijven kopen, dan is het in orde. Hè? Dus wat wordt ook vanuit die manier gekeken. Het is gewoon echt een overlevingsmodus. En dan was er ook nog iets anders waar ik wel laatst achter kwam. En dat was, daar werd altijd gezegd van ja, en ze houden ook niet zo snel hun hand op. Bijvoorbeeld met uitkeringen aanvragen. Hè? Dat was pas ergens in de jaren 80, geloof ik, dat de eerste Chinees een uitkering aanvroeg. Of bijvoorbeeld nooit subsidies aanvroeg of wat dan ook. Ik kwam er later achter dat het ook uit hele pragmatische redenen voortkwam. Ja, want in het geval bijvoorbeeld met subsidie aanvragen is, als je subsidie aanvraagt, moet je je ook verantwoorden. En daar hebben ze geen zin in, voor een groot deel. He, dus die denken, dan gaan we gewoon hetzelfde voor zorgen. Dat we onze eigen boontjes doppen en niet continu ons te gaan verantwoorden. Dus in die zin is er toch ook een soort verlangen van, om onafhankelijk te blijven en zelfstandig. En dus niet afhankelijk te zijn van een groep die jou eventueel geld wil geven. Maar dat je wel de hele tijd moet gaan vertellen hoe je dat hebt besteed. En is dat dan wat bijdraagt aan het beeld dat het een gesloten gemeenschap is? Als het een zelfvoorzienende, hè, van we gaan onze eigen boontjes doppen, dan ja. Lijkt het erop dat ze zelfvoorzienend zijn. En dat het daardoor alles wat daar gebeurt intern ook blijft. En het beeld naar buiten toe is inderdaad, het is een gesloten gemeenschap. Ja, maar ook een gemeenschap dat voor elkaar zorgt. Hè? Ja. Want ik ben in Suriname geboren. En dat zag je in bijvoorbeeld in die... Het was een vrij kleine Chinese groep in Suriname. Een paar duizend. En die kwamen ook allemaal oorspronkelijk uit dezelfde gebied in China, hè, wat nu Shenzhen heet. Shenzhen is ten noorden van Hongkong, wat uiteindelijk in de jaren 80 een speciale economische zone werd van China. Maar omdat ze dus allemaal uit hetzelfde gebied kwamen, waren de banden ook heel sterk. Dus de allereerste Chinezen die daar kwamen, dat begon eerst met contractarbeid, hè, in de overgang van afschaffing van de slavernij moest er nog een oplossing gezocht worden. Er werd geëxperimenteerd met Chinezen in eerste instantie. Maar de Chinezen bleven niet lang in contractarbeid. En dat had ook te maken met, ze wisten al heel snel, we gaan hierna onze neven hier naartoe halen en onze ooms. En dan gaan we voor onszelf ervoor zorgen dat winkels opzetten en hun eigen handel. En op die manier is dat gegroeid. Er kwamen nog meer neven, nog meer ooms. En ontstond een handelsvereniging. En dat zorgde ze dus ook voor dat iedereen bij aankomst goed geholpen werd. En die kwam dan, een neef kwam dan als winkelbediende bij een oom. Nou ja, dus op die manier konden ze dus heel sterk en heel goed ook ervoor zorgen dat een zelfvoorzienend gemeenschap was. Die dus ook zo min mogelijk met de buitenwereld te maken wilde hebben, denk ik. Ja. En, in het begin, hè? Ja. Ja. En nu je dat zo zegt, ja. Ik las in het, als ik het goed heb, het opinieartikel van jou, dat je aangaf... In 2000, je hebt een opinieartikel in de NRC geschreven naar aanleiding van een ander incident. Ja, dat is een paar jaar geleden. Ja. Dat is een tijdje terug alweer. Ja. Maar niettemin heeft het nog dezelfde kracht als toen, denk ik. Ja. En daarin schrijf je onder andere dat die Chinese gemeenschap te maken krijgt met achterdocht, stigmatisering, stereotypering. Ja. En dat die geslotenheid, we zorgen wel voor elkaar, ja. kan,
kan het zo zijn dat de achterdocht vanuit de groep daaromheen, hè, van hey, ze maken geen contact, we komen er niet, we hebben die toegang niet, en omgekeerd ook niet. Kan het ook daarmee te maken hebben gehad? Nee, maar dat is heel gek, hè? Want in Suriname heb je bijvoorbeeld, hebben ze het over de oude Chinezen en de nieuwe Chinezen. De oude Chinezen die zijn inderdaad van een paar generaties terug, die zijn opgegaan in die samenleving, hè? Die zijn gewoon Surinaams. En die groep, die hoort er gewoon bij. Maar zodra er een nieuwe groep bij komt, die dus ook, nou ja, ook denkt van, ben ik hier wel veilig? Hoe moet ik mij hier bewegen? Dus je hebt iedere keer weer dat mensen ook een beetje positie moeten nemen van, ja, hoe sta ik hiervoor en wat moet ik doen? En dus allemaal nog even uitzoeken. En dat zal waarschijnlijk ook de reden zijn dat er een soort vervreemding is, hè? Mm-hmm. Dat mensen denken, ja, maar wat zijn dat voor mensen? Mm-hmm. En die vervreemding wordt, is dat iets wat nu ook opspeelt als we het hebben over een virus dat van buiten afkomt en waar dan van gezegd wordt van, oh ja, jij bent daar misschien de boosdoener van? Dat heeft natuurlijk te maken met dat er uiteindelijk is het vernisje van beschaving maar heel dun. Ja. En dat er als er zo'n een virus aankomt waaien, en de bron is ook nog in China, ja, dan heb je al snel een doelwit. Ja. Ja, dus dat is iets wat. Het is eigenlijk gewoon van mensen. En dan wordt iedereen over in kam geschoren. Ja. Mensen moeten hun gezonde verstand blijven gebruiken. Want inmiddels is ook duidelijk geworden dat het virus binnen Europa nu zelf ook zijn eigen weg gevonden heeft. En dat het niet meer te herleiden is naar Wuhan. Ja. Dus wat dat betreft is het een Europees virus. U luistert nog altijd naar de Peggy en Marco Show met Peggy Wijntuin en Marco Florijn. En we hebben een gast, Carla Tjon, die ons meeneemt in de Chinese gemeenschap, om het zo te zeggen, over, je hebt zelf natuurlijk ook het een en ander geschreven, dus daar hebben we het ook over, maar we hebben het ook gehad over het coronavirus, wat de actualiteit is van dit moment en wat het voor de Chinese gemeenschap betekent. Een van de dingen die het voor mensen binnen die gemeenschap betekent, is dat ze, ik denk voor het eerst, hier in Nederland in ieder geval, mm-hmm. Zo indringend te maken krijgen met iets dat heet racisme dan wel discriminatie. Ja. Omdat ze erop worden aangekeken ook door anderen. Ja. Maar tot nog toe was het eigenlijk een gemeenschap die zich altijd beetje toch bijna onzichtbaar was. En als er al over die gemeenschap gesproken werd, dan was het vooral van een voorbeeldgemeenschap. Mm-hmm. Hè? Want zij doen mm-hmm. het goed en ze deden het ook mm-hmm. goed. Mm-hmm. En dat is nu niet het geval. Mm-hmm. Hoe is dat om ineens op een bepaalde manier, op een negatieve manier, in de spotlights te staan, mm-hmm. en dan ook het mikpunt te zijn? En als we dan denken aan termen als begrippen als racisme en discriminatie. Hoe is dat? Hoe is dat binnen die gemeenschap, voor die gemeenschap? Ja, nou, ik heb het al ook eerder aangegeven. Ik merk dus ook voor het eerst dat de oudere generatie zich hier ook ineens heel druk om gaat maken. En dat heeft inderdaad ook te maken dat dit natuurlijk opgebouwd is uit jarenlang. Dat ze dit eigenlijk al hebben meegemaakt. Maar het is, ik denk dat er nooit aanleiding is geweest om de aandacht aan te geven dat er ook racisme was tegen Chinezen. Het heeft zich wel heel altijd, hè, we hebben de moslimhetsen gehad en nu de Zwarte Piet, anti-Zwarte Piet. En daar wordt ook heel erg tegen verweerd.
En waarschijnlijk is dat ook iets wat we in Nederland of in Europa niet zo gewend zijn. Dat die minderheidsgroepen ook wat terugzeggen. En het is leuk dat multiculturele, zolang het een beetje feestelijk is en iedereen... maar als mensen zich ook ineens gelijkwaardig blijken te zijn en dan ook iets terugzeggen, ja, dan is Nederland ineens te klein. Ja, ja. En de gemeenschap is nu voor het eerst echt een mikpunt. Ja. Roept dat ook een... Volgens mij zat het al wel in jouw antwoord, maar ja, misschien dat je dat toch nog wat kunt verhelderen. Ja. Ook een solidariteitsgevoel op met andere groepen die hier ook vaak gemarginaliseerd worden. Dus dat gevoel van, hey, we hebben een gedeelde pijn nu. Ja, ja, ja. Hoe merk je dat? Nou, ik merk het sowieso ook bij de jongere generatie, hè, dat die... ligt heel erg uitspreken. En, er zijn ook wat columnisten, hè, die zich daar heel over uitspreken. Je hebt Reza Kartozen Wong, die schrijft in het Parool. Maar die heeft volgens mij wekelijks een column waar die ook dit soort onderwerpen... Het zijn al vooral jonge en mensen. Dus het is al een tijdje bezig. Het is al een tijd bezig. En ik denk ook... De bewustwording is heel belangrijk. Hè? Dat al die groepen uiteindelijk inderdaad een gedeelde pijn hebben. Ja. En zich niet moeten gaan isoleren van... Het is alleen maar tegen de moslims gericht... of het is alleen maar tegen de zwarte mens gericht. Maar nee, mm-hmm. Er is dus duidelijk iets in Nederland aan de hand... Waar we ook van meer bewust van moeten worden, ja, dat we daar moeten werken. En jij bent in 2013, we hadden het al over dat NRC-artikel, ja, omdat je je stoorde aan een uitspraak van een bekende Nederlander, wiens naam we hier verder niet gaan noemen, ja, omdat je dat in het artikel ook niet doet, nee. dat heb je bewust niet willen doen. Nee. Maar heb je de pen gepakt? Ja. Want de macht van de pen, het is geschiedschrijving waar je dan aan doet. Ja. Wat was voor jou de reden om te zeggen van, ik ga die pen pakken? Ik denk dat er waren een aantal dingen. Er was toen nog niet echt genoeg beseft. Maar dat was toch maar een... leuk grapje. Dat er niet het besef was dat die grap ook pijnlijk kan zijn. En dat het dus heel erg altijd wordt gekeken vanuit het perspectief van de Nederlander. Ja, maar die wil lol hebben, die vindt dit leuk. Maar er wordt nooit vanuit het andere perspectief gekeken dat het voor die andere groep helemaal niet zo leuk is. Omdat dat al jaren bezig is eigenlijk. Nu was het één zogenaamde grap. Ja. Die maakte dat jij zei van, tot hier en niet verder. Ja. Anderen zouden misschien hebben gedacht van, nou, wat een idioot. En zich misschien in het eigen sociale verkeer hebben geuit, hun boosheid hebben geuit. Mm-hmm. Maar jij zei van, nee, deze ene grap, zogenaamde grap, is voor mij nu al reden om... Ja. Een ingezonden stuk te schrijven. Het stond symbolisch voor iets wat al natuurlijk voor mijn gevoel al veel langer aan de hand was. En het heeft ook te maken met ons koloniaal verleden, zal ik maar zeggen. Hè? Dus de verhoudingen in de wereld die het resultaat zijn van wat zich heeft afgespeeld in de westerse kolonies. En ik denk dat zo langzamerhand is dat wel een onderwerp geworden, hè, in Nederland al ruim 10 jaar nu. Mm-hmm. Maar het is nog altijd iets ongemakkelijks waar mensen liever niet over willen praten. Maar ik denk dat het is voor ons heel erg belangrijk om te begrijpen, om te weten hoe de wereld zo in elkaar zit, waardoor dat gekomen is. Mm-hmm. En ook hoe de verhoudingen ook, gewoon ten opzichte van elkaar. Mm-hmm. Ja. Wat ik me namelijk afvraag is... want je, op het moment dat je een opinieartikel in een krant
plaatst, dan is dat direct ook een pressiemiddel, een machtsmiddel. Mm-hmm. En heel veel mensen hebben dat dus niet, dat ze hun opvattingen op papier zetten en daar een hele grote groep kennis van laten nemen. Ja. Waar komt dat vandaan, dat je bij machten bent? Want ik hoorde dat ook, ik zeg nu jij bij machten, maar ik hoorde ook dat je zei... Ook de ouderen hebben hun streep getrokken. Ja. En met jongeren bevonden dat er naar aanleiding van het coronalied... dat door SBS is uitgezonden, Radio 10 is uitgezonden... nu ook dat zij naar de rechter gaan. Dus ook weer zo'n machtsmiddel dat direct heel snel... na de actie, na de daad wordt ingezet. Ja. Waar komt dat vandaan? Want dat vind ik wel een hele interessante. Ik denk misschien ook een vorm van assertiviteit die toch wel groeiende is. Als je ook kijkt op wereldniveau, zie je sowieso dat de wereld niet meer is zoals die ooit was. Hè, er zijn andere machten die ook hun ruimte opeisen. En ik hoor bijvoorbeeld ook dat Chinese ambassadeurs vroeger heel erg terughoudend waren, maar tegenwoordig gaan ze ook gewoon met een gestrekt been in gesprek. Dus die laten zich ook niet meer koeieneren. En misschien is dat ook een soort besef van, ja, we zijn misschien ook te lang te rustig geweest, te bedeesd of wat dan ook. Daar moet toch hier een verandering in komen. Ja. Er moet hier verandering in komen. Dat heb jij gedaan. Want wie schrijft, die blijft. Ook in een essay dat je geschreven hebt. Ja. Het essay in Van God Verlaten Orde. Ja. Shenzhen, Hongkong, Paramaribo, Den Haag, Rotterdam. Ja. Vertel er wat over. Ik ben eigenlijk al jaren geleden... Nou, laat ik maar zeggen dat eigenlijk al sinds ik... Sinds ik kind was, kijk je natuurlijk om je heen. Je krijgt van die existentiële vragen. En je denkt van, nou, het is natuurlijk eigenlijk heel gek dat ik als Chinees ineens hier woon. Hoe komt dat? Hè? En hoe ben ik hier beland eigenlijk? En want op school, hoe oud was je toen je hier kwam? 9 jaar. Oké. Okay. En in die tijd in Nederland, nou, geschiedenislessen besteden weinig aandacht aan bijvoorbeeld Suriname. En als het over China ging, dan ging het dat ook altijd over dat het een communistisch land was. Meer kwam je eigenlijk niet te weten. Niet dat het een oude beschaving was en dat soort dingen. Dus ja, met mijn volwassenwording ga je natuurlijk zelf ook zoeken. Zo langzamerhand kom je dingen tegen en... En pas een paar jaar geleden kwam ik ineens op via een aangetrouwde familie van mij die een opa hebben gehad, die grootouders hebben gehad, die missionarissen waren, opgeleid door missionarissen uit Europa. Dus de westerlingen waren heel aanwezig in China in die tijd. En ik heb het nu over de grootouders van de familie Chin On. Een in Suriname bekende Chinese familie. En die dat waren zo'n begin van de 20e eeuw dat ze naar Suriname kwamen. Maar de aanwezigheid van die westerlingen in China was natuurlijk al veel ouder. Dat was al een meer dan 80 jaar. Je had daar opiumoorlogen en een Taiping-revolutie enzovoort. Nou, en die geschiedenis... Daar was ik me nooit echt van bewust geweest. Dus ik heb me daarin verdiept. En ook dat werk van de missionarissen met name, omdat ik dus via die Chin On-familie ook brieven zag van die missionarissen die naar Europa schreven over die familie. Dus dat was voor mij een enorme schat om daar iets mee te doen. Ik werd ook in de tussentijd ook gevraagd door het verhalenhuis Belvedere om in die reeks van essays die zij maken, om een essay te wijden aan met de onderliggende vraag: hoe komt het dat wij de Chinezen hier eigenlijk niet begrijpen? Ik vond dat op zich een hele gekke vraag wel, omdat ik dacht, ik beschouw mij uiteindelijk toch als een soort nep-Chinees.
Ik ben in het Westen opgegroeid en kreeg pas eigenlijk meer kennis over China toen ik eenmaal volwassen was. Hè, toen ik met mijn moeder voor het eerst naar Hongkong ging en naar China, zo rond mijn 17e, 18e. En plus ook nog, ik vind mezelf niet echt een expert om iets te zeggen over meer dan 1,5 miljard Chinezen die zich over de aarde begeven. Om iets te zeggen over wat ze denken en voelen. Het zijn uiteindelijk toch allemaal individuen. Dus dat is ook heel gek, hè? Dat je dan is van, ja, hoe komt het dat wij Chinezen niet begrijpen? Dat ze ineens één groep zijn, één massa. En geen individuen meer. Dus dat is ook iets. Dat is trouwens ook een soort normalisering van bijna een soort ontmenselijking. Hè? Mm-hmm. Waar mensen niet bij stilstaan. Ja. En hoe komt het dat wij Chinezen niet begrijpen? Omdat wij ook heel erg hier vastzitten met allerlei. We hebben heel snel een oordeel klaar. Over alles in de rest van de wereld. Het Westen is natuurlijk heel erg geconditioneerd, hè, met wat wij hier aan nieuws krijgen, wat wij in boeken lezen. En wat zich in de rest van de wereld begeeft, het wordt altijd toch heel erg vanuit perspectief hier bekeken. Dus ondanks dat je de vraag van hoe komt het dat wij Chinezen de generalisering van die vraag van de groep. Ja. Ondanks dat je daar eigenlijk tegen aanbotste, ja, ben je op zoek gegaan naar dat antwoord. Ja, omdat ik het zelf ook niet altijd weet. Hè. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar die hele geschiedenis en hoe de wereld zich heeft gevormd zoals het nu is. En als je wil weten hoe de wereld in elkaar zit, is het heel goed om te lezen en niet altijd een oordeel klaar te hebben. En altijd vingerwijzen van die doen het niet goed en die doen het niet goed. Ja. Ja. En dat is een vrij lastige, Marco, om zonder oordeel in het leven te staan. Want dat is wat Carla eigenlijk vraagt. Mm-hmm. Ja, terwijl hier in het onderwijs, we hadden het hiervoor ook over inclusief onderwijs, hè, toegankelijk maken van onderwijs. Maar juist in het onderwijs, waar ook individualisering heel erg plaatsvindt, moet het gaan over van wat vind jij? Mm-hmm. Waar sta jij? Het wordt je geleerd. Het wordt je bijna met de paplepel ingegoten. Ja, dat je aan oordeelsvorming ook, ja, doet. Dat raak ik ook aan, dit onderwerp in mijn essay. Dat ik dus, toen ik vanuit Suriname naar Nederland kwam, hè, ik zat op een school, een katholieke meisjesschool. En dat was echt een school van tucht en orde. En dan kwam ik naar Nederland en kwam ik ineens in kunstmagneet en Montessori, vrijheid en jezelf zoeken enzovoort. Een compleet andere wereld. Maar tegelijkertijd is dat ook, want ik heb me er niet altijd lekker bij gevoeld van waarom moet ik ook altijd overal een mening over hebben. Hè, dat is ook een soort keurslijf uiteindelijk. En het wordt je ook soms een beetje opgedrongen dat je moet altijd maar weer een visie hebben. Nou, Marco, wat is jouw visie? Ik weet nog wel in het begin toen ik in de politiek kwam. Toen, en dan heb je ook. Marco is wethouder geweest in Rotterdam. Ah. Ja, en in Friesland. Heb je ook fracties. Hè? Dus dan betekent dat je ook overlegt over wat vinden we eigenlijk van een bepaald onderwerp. En er zat een Turks fractiegenootje in dezelfde fractie. En die zei ook altijd voordat we de discussie ingingen van wil je me zo even helpen? Omdat de Nederlandse meneer, hij was niet hier geboren, hij was denk ik 20 toen hij naar Nederland kwam. En hij zei van ja, ik ben gewend vanuit de Turkse dat we in een rondje gaan verrijken. Dus ik breng iets in en mijn buurman verrijkt dat en zo gaat dat rondje rond en dan komt het weer en dan hebben we iets met elkaar gecreëerd. Ja. Terwijl in Nederland ging het heel erg direct over de tafel. Van de een sprong het naar de ander. En voor je het weet was je weggevaagd omdat je mening niet scherp genoeg geformuleerd was. Ja. En dat is wel
vind ik best wel armoeig. Ja. Omdat ik merkte heel erg dat door de manier waarop hij vervolgens ook aan het verrijken was, dat ook heel erg hielp. Daar kreeg je veel meer nuance en kwetsbaarheid. Mm-hmm. Omdat je ook soms gewoon iets even niet weet. En dan kan je een mening gaan zitten debiteren die nergens over gaat. En dat gebeurt echt wel veel. Zo van, ja, ik word geacht hier iets van te vinden. Terwijl ik het misschien ook niet weet. Het is ook een punt, want misschien is dat ook waarom fake news zo enorm bloeit nu. Hè? Omdat we hebben het ook wel eens over post-truth. Dat inhoudt is dat eigenlijk maakt het niet uit of het een feit is en een waarheid. Mensen kiezen uiteindelijk toch het wereldbeeld wat zij vinden dat het is. En dan hoort er een bepaalde verhaal bij, of dat nou waar is of niet. En dat is dus ook mijn ding, zeg maar, over dat niet oordelen, is dat je moet heel openstaan voor andere perspectieven en andere geluiden. En ook niet altijd maar vastbijten in van ja, maar zo denk ik en zo ben ik en zo is het nu eenmaal. Mooi. En dat is, ja. Je eigen filter ook af en toe uitzetten. Ja, precies. En met elkaar op zoektocht gaan. Met elkaar op zoektocht gaan. Ja, mooi. Ja. Openstaan voor andere visies, andere beelden. Ja, ja. Volgens mij hebben wij dat dit uur gedaan. Is er nog een vraag waarvan je zegt van nou, je hebt hem niet gesteld, maar die informatie, dat antwoord wil ik nog wel gegeven hebben? Nou, ik heb een heel fijn gesprek gehad met je, Peggy, en Marco. En met Marco ook. Ja. En jouw essay in Van God Verlaten Oorden. Shenzhen, Hongkong, Paramaribo, Den Haag, Rotterdam. Een erfenis van overzeese expansie door Carla Chon. Waar kunnen mensen dit essay halen, krijgen? Je kunt het kopen, bestellen via de website van Verhalenhuis Belvedere. En boekhandel van Gennep. En waarschijnlijk ook bij Donner. Ja. Een aanrader. Ja. Een echte aanrader. Ik ga je ontzettend bedanken voor je komst, want we zitten alweer tegen het eind van de uitzending. Zo snel als het gaat. Ontzettend bedankt voor je komst. En heel veel succes met alle andere schrijfsels. Wat je mij dit gesprek hebt meegegeven is niet alleen weerbaarheid, maar ook strijdbaar op een manier van grenzen trekken. Op een manier van zorg dat je daarvoor ook machtsmiddelen inzet. Mm-hmm. Machtsmiddel is, of het nu de krant is, of dat je richting het OM gaat, maar doe iets. En dat heeft mij ontzettend gesterkt. Okay. Dus dank ervoor. Ja. En Marco, tegen jou ga ik alvast zeggen, maar ook tegen al onze luisteraars, waar ook ter wereld, een fantastisch mooi weekend en tot de volgende Peggy en Marco Show. Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio. Sabi, sabi.